Nou ja, ik heb natuurlijk een lange verbinding gehad, daar heb ik wel veel over nagedacht. Ja, ik heb er eigenlijk wel de balen van, had ik voor mezelf besloten. Niet zozeer van hoe het gaat met de auto, want eigenlijk valt dat op zich nog wel mee. Maar ja, ook weer door de rot weer glijden we eraf daar. De tweede dag, weet je wel, net toch pech en geluk dat je er nog uitkomt. Dat hoort allemaal wel bij de Dakar en bij het spelletje. Maar de slechte weer, dat hoort er gewoon niet bij. Dan moet je iets anders gaan doen. We schrikken er zelf ook een beetje van, hé, we kunnen iets. Ja, achtste, dan kan het misschien beter, maar het kan vooral slechter. Ja, dat kan zeker slechter. En dan misschien in de tweede week nog wel gaat gebeuren. Want ja, er hoeft eigenlijk maar één keer een mankementje te zijn en je ligt meteen een uur terug. Maar ja, de auto is perfect. Hè. We hebben gewoon echt helemaal niks aan de auto gehad. Een zekeringetje van de linkerraam lag er van de week uit. Ja, dat heb ik ook wel eens hoor. Ja, dus dat was echt het enige. Ja. Ja, ik heb met Gerard wel de afspraak gemaakt voor snelle service. Hè. Dus om aan de snelheid te wennen en te proeven. En, maar ja, dat is eigenlijk ook alweer achteraf gezien. Hadden we dat wel anders in elkaar kunnen steken. Maar ja, als je alles van achteraf weet. Ja, ik moet gewoon zo min mogelijk tijd gaan verliezen. En gewoon erop blijven zitten. Dus alle dagen gewoon blijven pushen. En niet over de grens, maar gewoon mijn eigen grens aanhouden. En dan gaat er hopelijk wel iets met anderen gebeuren. Door zo min mogelijk te verliezen, uiteindelijk winnen. Dat kan, hè? Ja, dat is wel mijn uitgangspunt.